Mondkapjes zijn verplicht sinds deze week. Wat vindt u daarvan en wat betekent het voor u? Nou, voor mij heel wat. Ik werk momenteel zelf in de zorg. Dus we zijn sowieso bewust van. En ook voor jezelf. Van, weet je, mijn hele leven is momenteel helemaal beperkt. Het werk, mijn huis, boodschappen doen, dan ben ik weer naar binnen. Dus mondkapje, absoluut nodig. Echt. Want dat is toch iets wat je zelf als persoon heb je nodig. Een stukje veiligheid, ook voor jezelf. Dat je weet dat je anderen niet mee besmet. En aan de andere kant is dit ook alleen maar gewoon een stukje bewustwording voor iedereen eigenlijk. Ik vind het dragen van een mondkapje echt geen probleem. Nee, u hebt er geen moeite mee? Nee, want ik denk van als we elkaar zo op deze manier een beetje kunnen beschermen, is dat een hele kleine moeite. En die mooie mondkapjes, hebt u die zelf gemaakt? Nee, gewoon in de winkel gekocht. Het moeilijkste is eigenlijk de combinatie met een gehoorapparaat er nog bij. Oh, dan wordt het dubbel ingewikkeld, hè? Dan trek je wel eens alles eruit. Ja, ik hou me eraan. Alleen het nadeel is dat de glazen beslaan. Dat je niks ziet, zeg maar. Dat is het enige nadeel wat ik van een mondkapje vind. Maar verder heb ik hem altijd op. Ja, en u kunt zich daar wel in vinden? Ja, het moet. Het is verplicht, vind ik gewoon. Dat vind ik wel heel belangrijk. Ja, want u wilt ook wel een keertje van die corona af. Liefst zo snel mogelijk. Ja, dit heeft lang geduurd, maar ik denk dat het nog jaren gaat duren. Nee, daar kan ik me niet in vinden. Nee, kijk, ik draag hem ook niet. Binnen, oké, het moet, het is verplicht, maar ik vind onzin. Ik snap wel dat alle beetjes helpen, dat snap ik wel. En ik begrijp het allemaal helemaal goed. Maar als je het mondkapje een paar uur op hebt, of een half uurtje alleen al, krijg je het zo benauwd en zo en al je eigen adem, het is zo vies. Ik denk niet dat het goed is. Ik denk niet dat het goed is voor je eigen gezondheid. Ja, ik kan me er wel in vinden, ja. Dat het verplicht is. Eerst was dat niet het geval, was het allemaal niet nodig. Maar ja, nu blijkt dat het kabinet toch gezwicht is voor de druk. En laat ik het zo zeggen, mocht het helpen, dan is het denk ik goed. Maar ja, als het allemaal omzonst is, dan is het ook jammer. Want het beperkt natuurlijk wel erg, het mondkapje. En het is heel lastig, want ik heb hem net nog even opgehaald toen ik binnen was. Maar dan zie ik al gelijk niks meer, want dan is mijn bril al beslagen. Maar goed, dat is niet het grootste probleem. Maar ik hoop in ieder geval dat het nu dan verplicht is, dat het dan ook helpt en dat het echt minder wordt. Als iedereen het eventjes doet, dan denk ik dat het wel goed komt. Ja, dan ja, denk ik wel. Het is toch maar alleen de winkels in. Ik bedoel, voor de rest, dat deden we eigenlijk, tenminste, ik deed het sowieso al een beetje. Dus, en dan nu is het verplicht. Nou ja, jammer dan. Maar mensen houden zich niet meer aan de 1,5 meter sinds de mondkapjes. Dus dat is wel weer minder. Dat vind je wel weer minder. Ja, ja. Maar vind je het wel te rijmen dat in het begin zo gezegd werd van, nou, mondkapjes, dat helpt helemaal niet. En dat is eigenlijk niks. En nu zijn ze verplicht. Nu zijn ze verplicht, maar ik vind al dat ze het veel eerder hadden moeten doen. Want als je kijkt naar buitenland en zo, die hadden het al gewoon veel eerder. Ja. Dus, en daar bleef het ook veel lager met de ziektes en zo. Dus dat je denkt, hadden ze hier ook veel eerder moeten doen. Ja. En die kleine zoon van jou, die is er al helemaal aan gewend? Die is er al aan gewend, die kent niet anders. Ja, ik vind het ook een beetje onzin hoor. Kijk, ik doe het omdat het moet. Ik bedoel, als ik dat niet doe, dan spreek ik eigenlijk mezelf gewoon tegen. Dan heb ik ook geen dingen meer om naartoe te gaan natuurlijk. Maar de meningen zijn daar zeker over verdeeld. En ik vind ook wel een beetje dat het onzin is. Ik bedoel, ja, alleen de medische mondkapjes werken volgens mij. Maar ja, ik heb zoiets van, ja, dragen moeten we het uiteindelijk toch allemaal. Dus als ik het niet doe, dan straf ik alleen mezelf. We hebben elkaar nodig en niet elkaar daardoor onverschilligheid of er tegen zijn, dat je dat niet gaat opdoen. Dus ik vind het heel erg belangrijk eigenlijk. Ik heb vanmorgen de krant nog even gelezen. Twente zit er nou niet helemaal goed bij wat dat betreft. Dus ik hoop dat we met z'n allen wel proberen om ons best te gaan doen. En de meesten doen dat gelukkig ook. En ik denk dat dat ook een goede zaak is. Je moet ook rekening houden met de anderen, niet alleen met jezelf.